Mijn naam is Monique de Vries. Ik ben importeur van Shanghaiit. En dat doe ik al bijna 10 jaar. En deze wonderlijke en bijzondere steen, die is op een hele mooie manier in mijn leven gekomen. En ik heb in de afgelopen 10 jaar zo ontzettend veel geleerd over deze steen. En dat heeft geresulteerd in het feit dat ik een methode heb kunnen ontwikkelen. De SCMH-methode. En dat staat voor Shanghaiit Chakra Meridiaan Healing. En daarmee geef ik tegenwoordig behandelingen. Shanghaiit Chakra Meridiaan behandelingen zijn het. En daar boek ik hele mooie, bijzondere resultaten mee. En tijdens zo'n behandeling dan leg ik iemand in Shanghaiit Tools. En kleine plaatjes en ja, piramide en noem maar op. En die zet ik op speciale meridiaanpunten en op chakrapunten. En dan behandel ik de hersendelen met energiewerk. Nou heb ik hier iemand die ik heel spontaan 2-3 weekjes geleden aan de lijn heb gehad. Ja. Die was geïnteresseerd in Shanghaiit. Mm-hmm. En dat is Toby Herema. En Toby die belde mij op. En die wilde wat vragen stellen. En we kwamen tot een ontzettend leuk gesprek. En toen zei ik heel spontaan, Toby, zou je het leuk vinden om zo'n behandeling te ondergaan? Nou, hij vond het een geschenk. Hij had echt zoiets van, ja. Dat wil ik heel graag. Nou, en? Zeker. Dat was, wat een ontzettend goed gesprek. Ik had al een beetje ook uitgelegd hoe ik Shanghaiit had gevonden. Ja, op Facebook, mensen hadden dat aan me aangeraden. Nou, ik kwam op jouw website uit. Ik ga gewoon bellen. Want op het moment dat die Shanghaiit die ik had besteld bij jou binnen was gekomen, hè, eigenlijk het moment dat de postbode hem al aan de deur kwam brengen, toen voelde ik dat gewoon. Ja. Dat ik zeg, ja, daar was wat. Ja. En dus vandaar dat wij dat contact hebben gehad. En ik ben nou super dankbaar dat jij toen mij ook hebt uitgenodigd om hier om bij jou die methode te kunnen doen. Want het klopte precies, ook hoe dat op de website stond. Het, bepaalde blokkades die er bij mij inderdaad zaten, ja, wist ik dat Shanghaiit mij daarmee kon helpen. Alleen hoe, ja, daar kwam ik bij jou op die behandeltafel toch vrij snel achter. Ja, het was heel bijzonder. Want Toby die is heel gevoelig en kan ook precies waarnemen wat er gebeurt in zijn lichaam. En dat had je ook tijdens de behandeling, absoluut, dat je de shift kon voelen. Ja, zeker, zeker. Want het was een, toch ook vanuit een bepaalde situatie waarin je op een gegeven moment in het leven komt. Hè, en zeker in deze westerse gedreven wereld kan het gewoon zijn dat er bepaalde blokkades optreden. En bij de meeste mensen zijn wel blokkades. Maar bij mij zat die vrij vast, een beetje rond mijn buik. En dat voelde je eigenlijk ook precies aan, ook waar dat kwam. En direct eigenlijk na de behandeling, nou, hoe zei ik dat nou letterlijk? Nou, je belde me op. Nou ja, eigenlijk, na de behandeling was je sprakeloos. Sprakeloos, je was helemaal zat je op de bank. Ik wist het niet. Het was, je was sprakeloos, van wat is er nou gebeurd. Maar toen je mij opbelde, 2 dagen later... Mm-hmm. Toen zei je tegen mij, je hebt me mijn leven teruggegeven. Ja, en dat was het ook. Want die blokkade, die zat inderdaad vast. Zodat de energie niet gewoon lekker door kon vloeien. We hebben allemaal wel eens dat je op de ene dag vind je dit leuk. De andere dag vind je dat leuk. En eigenlijk wordt het dan een soort gewoonte. Het gaat ook zo geleidelijk dat je op een gegeven moment in een bepaald patroon terechtkomt. Dat je niet eens meer door hebt dat je eigenlijk je hele potente energie... dat je daar niet bij kunt. En deze Shanghaiit behandeling die heeft mij in ieder geval de opzet weer gegeven om deze blokkade volledig te doorbreken. Ja. Echt volledig. Mooi, hè? Nou, mooi. En ik vind mooi echt een niet het goede woord. Doet het tekort. Waanzinnig. Echt. Hij heeft mij de energie weer teruggegeven, die op een gegeven moment gewoon weer door kan vloeien. Dus niet alleen in, dat hij in die buik blijft hangen, maar dat hij eigenlijk gewoon weer door mijn hele lichaam kan stromen. En dan zie je ook dat patronen die je dus weer herkent, die daarvoor, hè, toen het allemaal nog goed was, dat je dat eigenlijk heel makkelijk gewoon direct allemaal weer oppakt. Ja. Dus je bent inderdaad weer dan je oude zelf. Je bent weer bij
jezelf gekomen. Ja, mooi. Letterlijk. Maar jij zei ook, ik kon beter focussen daarna, na de behandeling. Dat komt omdat die focus zit niet in je buik. Op het moment dat je dat die energie toch daar een beetje rond die navel blijft hangen, dan krijg je natuurlijk af en toe wel eens wat energie die dan naar boven komt. Alleen het is niet dé energie. Nee. Die focus, alle energiepunten in je lichaam, die horen gewoon... met elkaar te functioneren om inderdaad dit soort warrigheden samen te voorkomen. Te absoluut. Nou, het was inderdaad, ik zat toch niet lekker in mijn vel. En dit heeft me echt geholpen om daadwerkelijk weer het leven op te pakken en met een ontzettende enthousiasme lekker verder te gaan. Ja. En nu, fijn. Ja, zeker. En echt nu ben ik een, 2 weken denk ik. Was het geleden? Ja, ik ben aan het solliciteren. Ik ben mijn hele huis aan het opknappen. Ik ben weer helemaal. Wow. Ja. Ik sta om 4:30 op 's ochtends. Wow. Ja, heerlijk. Maar ik zie ook echt een heel groot verschil. Toen jij bij me binnenkwam en dat je nu komt, zeg maar. Want je vond het ook leuk om erover te vertellen. Mm-hmm. En wat het met je gedaan heeft. Tuurlijk. En ook, ook voor andere mensen. Dat je met echt, name. Ja, dat met je echt zoiets name. Hebt van dit is zeer de moeite waard om dat te ervaren. Jij hebt eigenlijk, dit is een bepaalde techniek. Ik had hier helemaal nog nooit van gehoord. Ik merkte op het moment, want het gaat echt in Shungite-stenen. Je werkt met piramides, met bepaalde puntjes die je dus echt op bepaalde meridianen, dus echt die energiepunten legt, die Shungite. Daarbij krijg je echt het gevoel letterlijk dat er wat open gaat. Ja, dat klopt. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Ja, zeker. De Shungite op zich, dat is het is een hele bijzondere steen. En hij heeft hele bijzondere moleculen. En die moleculen die draaien rechtsom. En alles zeg maar wat aan negativiteit en straling en noem maar op... Mm-hmm. Uitgezonden maar wordt. Rechtsom, moet ik dan denken aan rechtsomdraaiende yoghurt? Een beetje op dezelfde manier? Het is een spinnen van moleculen. Kijk, er is hier een Nobelprijs op uitgereikt aan 3 wetenschappers. Mm-hmm. De Nobelprijs voor de scheikunde. En die hebben ontdekt dat die moleculen in de Shungite, dat zijn holbolvormige moleculen. En die spinnen 1 richting uit en dat is rechtsom. Dus die blijven continu, eeuwigdurend, die energie genereren, rechtsom. En alles zeg maar wat aan lagere frequenties binnenkomt, zoals straling of lagere gedachtenvormen, dus ook negativiteit. Als we hele zware negatieve energieën hebben, daar word je ziek van, weet je. En die spinnen ook die linksom. En die rechtsomdraaiende Shungite, die zorgt ervoor... dat als jij lagere energie ook in jouw lichaam hebt... of bijvoorbeeld belast bent door straling... Mm-hmm. dat die Shungite op het moment dat het dus geplaatst wordt... op die specifieke punten... en dat heb ik... ik heb er 1,5 jaar ongeveer over gedaan... om dat hele systeem uit te dokteren en neer te zetten. Ik heb de methode zelf ontwikkeld. Maar op het moment dat je gebruik maakt van de stenen... dan gaat die alle linksomdraaiende energieën... gaat hij als het ware resetten, waarbij jij weer in je natuurlijke flow komt. En de combinatie met de energie die ik geef op de hersendelen, door die hersendelen op bepaalde manieren te activeren en vast te houden, is de samenwerking tussen het resetten van jouw lichaam door de stenen en die handposities op jouw lichaam, zeg maar, tenminste in ieder geval op je hoofd en op de voeten. Ja. Dat zorgt ervoor dat daar een enorme reset komt in jouw hele energiesysteem. Ja. En daar is zo'n gigantische samenwerking. Want Shungite is de enige steen die energie geleidt. Daar gaat de energie dwars doorheen. Maar hij versterkt ook dat energiewerk op die hersendelen. Nou, je voelt het, hè? Eigenlijk wat je net uitlegt op het moment... Ik ben toch wel een beetje wat praktisch van aard. Ja. Is het goed om toch... Ja, dat het is ook helemaal geen blabla of eigenlijk iets spiritueels of zo. Het is gewoon iets heel praktisch. Ja, het is heel praktisch. Het is niet zweverig. Nee. Het is wetenschappelijk ook bewezen dat die stenen op die manier ook werken. Ja. Maar de combinatie zeg maar van dat energiewerk op het hoofd, op die hersendelen... Ja.
dat stimuleert ook die nervus vagus, dat is de hoofdzenuw. En die gaat energie en informatie geven aan alle organen in jouw lichaam. Mm-hmm. Die organen geven weer informatie terug in de hersenen. En dan komen er bepaalde hormonen vrij, ja, waardoor je rustiger voelt, veiliger voelt en noem maar op. Nou, dat voelde ik. En dat heb jij gevoeld. En dat voelde ik letterlijk. Want ja, hoe je dat nu zo uitlegt, ik krijg echt weer dat gevoel, ja, ik kan dat gevoel terughalen van dat ik bij jou op die behandeltafel lag. Wow. Dat is precies dat. Mooi. Ja, dat is een heel bijzonder ding. En wat ik daarin gecombineerd heb, is mijn kennis van de afgelopen 30 jaar. Want ik ben 30 jaar al, zeg maar, op dit vlak bezig. Zo. In die zin dat ik met blokkades werk, maar dan op andere niveaus. Mm-hmm. Dus niet zozeer alleen met Shanghai, maar ook op andere niveaus. Dus ik heb met al mijn kennis gecombineerd en alle opgedane ervaring, zodat ik weet dat ik heel snel mensen kan helpen om bepaalde trauma's te laten verwerken als het ware tijdens de behandeling. En gaat het dan echt om bepaalde trauma's of is eigenlijk het hele spectrum aan situaties waarin iemand kan verkeren, kan Shanghai eigenlijk geschikt zijn? Absoluut. Oh, ja, het hele spectrum. Zo dat je alleen maar bepaalde klachten... Nee, het is het hele spectrum. Maar dan nog, kijk, ik stem mij af op de persoon waar ik mee aan het waar ik de behandeling aan geef. En dan is het nog, zeg maar, aan eigenlijk het onderbewustzijn van diegene die ik help. Die bepaalt wat er verwerkt mag gaan worden, wat opgegooid mag worden. Dat is echt bijzonder. Ja, maar de methode zoals ik het heb neergezet, is level 1, dat is de workshop die ze bij me kunnen doen. Dus dan kun je zelf leren hoe je die behandeling geeft. En daar heb je geen voorkennis voor nodig van chakra's of meridiaanleer of wat dan ook. Ik heb dat helemaal in kaart gebracht en uitgewerkt en uitgedokterd. Hoe dat samenhangt, zeg maar. En welke punten je het beste kunt combineren, noem maar op. Om resultaat te bereiken. En dan kunnen ze het geven aan vrienden en kennissen. Maar ook aan zichzelf. Daar heb ik het is ook een zelfhulpmethode. Dat is heel fijn. Ja. Ja, dat is echt top. En level 2 is voor practitioners een module. En de practitioners die kunnen het integreren in hun praktijk, als ze die al hebben. En dat heb ik helemaal uitgewerkt. Want jij geeft aan dat het aan kan sluiten bij bij behandelaars, die nu al een bepaalde behandeling hebben. Ja. Hoe moet ik dat zien? Kan je daar wat meer over vertellen? Nou, ik ken heel veel mensen die dus een eigen praktijk hebben. Mm-hmm. En de een doet dit en de ander doet dat. En dat is, sommigen doen regressie. Anderen hebben bijvoorbeeld, die geven reiki. Weet je wel, er zijn heel veel coaches op dit moment die aan het werk zijn met cliënten. En het kan heel makkelijk daar inschuiven. Ze kunnen het als het ware toevoegen als onderdeel van hun praktijk. Dat maakt het nog bijzonderder. Ja. Ik denk dat dat echt wel interessant is om daar toch wat meer naar te gaan kijken. Want je hebt natuurlijk zoveel situaties. En ik denk ook echt, die Shanghai die werkt universeel. Ja. Op mijzelf. Ik heb een aantal stenen bij je mogen bestellen. En fantastisch. Het is op het moment dat die stenen zo binnenkwamen. Ja. En het is niet alleen van die behandeling, maar die steen zelf ook. Hè? Ja. Maar ik heb ook wel begrepen dat je dat niet zomaar overal die steen vandaan kan halen. Het is wel specifiek, want ze komen uit Rusland, begreep ik. Ja. Ja. En die haal jij zelf ook uit Rusland? Want ik hoorde ook nog wel eens dat sommige stenen niet... Heel veel nep op de markt, absoluut. Ja, ik krijg wel eens berichten van klanten. Dan komen ze bij mij terecht, want... Mm-hmm. Ik ben een van de oudste leveranciers hier in Nederland. En heb ook een goede naam opgebouwd. Maar dan sturen ze een foto toe. En dan zeggen ze van... ik heb ergens Shanghai besteld. Mm-hmm. En het is gebroken. En nou zit er iets van rode klei in. Met een laagje zwart eromheen. Oh, ja. Echt, niet te geloven. Dus ik zeg, sorry. Maar dat kan niet. Nee. Dat bestaat niet. Nee, er bestaat geen Shanghai wat van binnen rood is. Nee. Nee, dat is zwart.
Dus het is gewoon, dit is want ja. Ik ben namelijk altijd bang, als met name door dit soort dingen, dat die naam ook natuurlijk dan, hè, dat mensen denken, het werkt niet. Ja. Maar joh, het werkt echt, inderdaad, via jouw website. Ja. Het is heel belangrijk dat je echt goede Shanghai's koopt. Ik ben ook heel blij dat ik daar direct bovenop kwam. Ook in verband met een aantal recensies voor jouw website. Omdat je hebt gewoon in de loop der jaren natuurlijk een mooie kringen op kunnen bouwen. Absoluut. En dan krijg je dat natuurlijk vanzelf. Nee, en er is ook behalve dan die rode klei, wat ik dan gezien heb, aan de foto's die ik dan toegestuurd kreeg. Er zijn ook zwarte stenen, maar dat imiteren ze. Dat komt uit China. Maar die Chinezen zijn meesters in kopiëren van spullen. Ja. Dus die maken iets en verkopen het ook voor Shanghai. En daar moet je heel erg mee oppassen. Ja. Kijk, een echte Shanghai is relatief duur. Dus als jij goedkope Shanghai hebt, dan zeg ik, dat weet ik niet. Precies. Weet je, dat kan bijna niet. En kunnen mensen, kunnen die hier dan ook vragen aan jou stellen via jouw website? Of hoe werkt dat? Zeker. Ja, ik geef ook gratis consulten. Als mensen vragen hebben of ze willen advies hebben, dan mogen ze me bellen. Ja. Geen enkel probleem. Nou, ik ben al lang al blij dat jij mij toen op een gegeven moment belde. Want ik had ook een verzoek natuurlijk aan jou gesteld. Vandaar dat ik dit ook vraag. Ik vond het zo bijzonder dat je dan ook direct belt. Ja. En het was ook meteen een gesprek klik. Echt op niveau. Het was, omdat die klik, die is natuurlijk gewoon die Shanghai. Ja. Want daarin, als je op een gegeven moment erachter komt dat dit het is. Mm-hmm. En dat heb jij natuurlijk. Hè, jij leeft Shanghai als het ware. Omdat absoluut. Jij het zo weet. De mogelijkheden. Ja, ik sta er mee op en ik ga er mee naar bed. Maar het is het ook. Want het is zo bijzonder. Ik heb nu ook een mooie steen. Dat heb ik ook bij de hond in de mand gelegd. Het beestje is nu ondertussen al 14. Maar hij is helemaal aan het blij. Joh. Ja. En ik maak hem 's ochtends wakker. En dan gaat hij helemaal lekker lopen kroelen en alles op en daar. Nou, dat had hij de hele tijd niet gedaan. Nee. Heel vaak was het dat hij ook midden in de nacht wakker werd. En dat hij gewoon door de kamer heen ging lopen. Of ik weet het ook niet, maar ja, wat ouder. Helemaal niet. Nee. Hij slaapt heerlijk. Hij heeft een heel goed voedingspatroon daardoor. Ja. Hij vraagt niet meer om eten tussendoor. Het is gewoon echt. En hij heeft het gewoon naar zijn zin. Ja, lekker mooi. Wandelen. Ja, dieren zijn gek op Shanghai. Ja, ik had een andere klant. Die had een klein Shanghai steentje. Mm-hmm. En ze had een poes. Die poes wilde dat steentje niet meer loslaten. Zo, ja. Maar die was ook zwaar getraumatiseerd. Oh, God, ja, en ja. Zij had toen tegels besteld bij mij. In Shanghai stenen. En dit verhaal staat ook op mijn website. Maar het is misschien wel leuk om te vertellen. En die vrouw die voelde zich heel energiek worden. Mm-hmm. Die was chronisch vermoeid. Ja. En toen ze die Shanghai in huis had, werd ze weer energiek en blij. Ja, weet je wel, net ook wat jij beschrijft. Maar het wonderlijke was dat die poes, die was zwaar getraumatiseerd, die ging niet meer de deur uit alleen. Die was bang op straat. Ja, God, die was bang geworden. En sinds die Shanghai in huis was, ging ze weer wandelen buiten. Och, dit is toch bijzonder. Ja. Dat is mooi, hè? Het is, ik merk het aan mezelf. Ik merk het aan mijn buurman. Mm-hmm. ik neem het overal mee naartoe. Ja. Ik vind het fantastisch. Ja. Ik heb ook ik ben hier natuurlijk ook in verband met de straling in huis natuurlijk mee bezig geweest. Nu heb ik ook zo'n meter gekocht, zo'n RF-meter. Ja. Waarbij je ook de straling van met name wifi, bluetooth, allemaal dat soort dingen kan meten, hè, omdat ik daar toch, je merkt toch dat er natuurlijk wat aan de hand is. Ja. Nu heb ik, en dat, ik weet niet of ik jou dat heb verteld, maar nou had ik dus die meter bij de wifi-box, heb ik dus die Shanghai-steen ertussen gedaan. Nou, hij klapte gewoon helemaal in elkaar. Ja, naar beneden. Helemaal. Dat was, snel, dat was zo, snel naar beneden. Nou, dat is natuurlijk real-time, hoe je dat natuurlijk meet. Ik wist niet wat ik zag. Ja, hè? Ik wist niet wat ik zag. Misschien moeten we maar eens iets van een filmpje daarover maken. Lijkt me leuk. Ja, lijkt me een goed plan. Nou, we hebben hier met... Dat zegt genoeg, want het is een meter. Meet is weten. Zo dat bijzonder, joh. Ja, dat kan je met dit product doen. Ja. Je meet het en je ziet het. Je het ziet is niet het. Alleen maar van op goed geloof. Precies. Het is echt een hele bijzondere steen. Ja, we hebben hier vandaag met de IMF-meter hebben we mijn hele huis ook samen gemeten. Toby heeft het ook echt gezien. Nou, 0,0 hè, 0,0. Bijna. 0,0, zelfs 0,0, bij de wifi. We zaten eerst op iets van 5 punt tot en met 10 punt bij je wifi aanzetten. Ja, als je de Shanghai weghaalt. Nou,
En als je het neerzet, niks meer over. Neutraal. Dat is neutraal. Ja, het hele huis. Hij zuigt gewoon al die nare straling weg. Ja. Maar je bereik is nog steeds goed. Ja, je kan nog steeds internetten. Dus perfect. Waarom dat niet standaard al... maar dat, standaard inbouwen. Precies. Gewoon een, en het is helemaal niet zo'n grote steen die je erbij hebt gezet. Nee, de grote piramide staat erop. De grote piramide, ja. Maar iedereen die altijd binnenkomt bij mij... Die in mijn huis binnenkomt, die hebben allemaal zoiets van: wow, het is het hier rustig. Ja, de rust valt op je. Het is hier ook heel rustig. Ja, ja, super fijne energie. Maar ik heb, in iedere hoek ligt Shanghai. En ik zeg altijd: ik zou iedereen, echt iedereen, aan kunnen raden om in ieder geval zo'n grote steen te nemen. Want die heeft een actieradius van rond de 10, 15 meter. En dan voel je dat hele veld al veranderen. Ja, absoluut. Dat is ook de reden waarom ik dus nu wederom naar je toe ben gegaan. Want ik vind het zo belangrijk om dit verhaal bij de mensen te krijgen. Ja. Dit kan niet binnen een beperkt clubje mensen blijven die dit kennen als een soort toverdrank. Dit is voor iedereen. Ja. Ik denk dat de kracht ligt gewoon bij de mensen. Dit is zeker echt aanbevolen, absoluut. Ja. Er zijn op dit moment zoveel mensen die onverklaarbare klachten hebben. Ze noemen dat SOLK bij de huisartsen. Ze kunnen er niks mee. Nee. Maar mensen hebben last van hoofdpijn. Noem maar op, weet je wel. Zoveel klachten, niet kunnen concentreren. Ga zo maar door. Spierpijn. En ze weten niet waar het vandaan komt. Maar heel veel mensen zijn zo gevoelig voor die straling. Ja. En die straling is zo funest voor je lichaam. Ja. Het enige is dat de overheid zegt, het is binnen de norm en dit en dat. Ja. Ze maken rapporten. Maar ze hebben geen idee. Nee, maar ze hebben geen idee. Zij weten het zelf ook niet. Nee. Want degenen die het weten, dat zijn ook degenen die geld verdienen aan die. Maar dat is een andere discussie. Laten we dat voor een andere keer bewaren. Ja. En die voeren de meting uit. Die voeren het rapport uit. Maar goed, kijk, het is ook niet een medisch advies daarin. Want het is en blijft natuurlijk een steen. Hè? Zeker. Geef ik ook absoluut niet. Nee. En dat moet je ook helemaal niet willen. Het gaat erom dat ervaren. Het gaat erom hoe je dat ervaart. Kijk, en hoe ik dit ervaar. En hoe ook mensen dit ervaren waarvan ik niet eens vertel dat ik bijvoorbeeld zo'n steen eventjes bij me heb. Dat ze dat gewoon doorhebben. En dat je dat nou uiteindelijk uitlegt. Ja, het gaat over die steen. Oh, kijk. En dan snappen ze het. Omdat ze het natuurlijk eerst hebben ervaren. Maar dat is het lastige dat wij natuurlijk via dit interview, dat wij de mensen nog niet kunnen laten ervaren. Ja, je moet het aan de lijve ervaren wat het met je doet. Letterlijk. Oh. Ik heb hier mensen gehad en ik heb heel veel behandelingen al gegeven, de SCMH-behandelingen, in het afgelopen jaar. En wat ik heel veel heb teruggehoord, is dat mensen zeggen, ik kom heel dicht bij mijn eigen essentie. En precies ook wat jij verwoordt, dat heb ik heel vaak gehoord. Dat ze zeggen, ik kom heel dicht in mijn eigen essentie door deze behandeling. Ja, en wat... wat ik ook heb gemerkt, kijk, naast dat ik dus leverancier ben van Shanghai, ben ik ook zeg maar iemand die mensen helpt om ze weer terug te brengen in hun eigen kracht. Ja. Dat doe ik ook al een hele lange tijd. En, je ziet een levend voorbeeld daarvan. En dat is nog maar heel kort geleden. Ja. Ja, eigen kracht. Ja, terug naar je eigen kracht brengen door patronen en zo op te ruimen en noem maar op. Maar wat mensen mij ook vertelden, is omdat ik dus zelf veel meer werk nu met deze methode dan dat ik andere methodes hanteerde. Dat ze zeiden op het moment dat ze dus in de Shanghai stenen gaan liggen, dat ik die punten dus daarop, die stenen erop plaats en die plaatjes en noem maar op. Dat ze veel makkelijker bij hun gevoel kunnen komen en hun emoties. Ja. Die blokkades, die smelten weg. En ik kon het ook niet onder woorden brengen, omdat het toch een proces is wat gewoon gebeurt. En het is zo fijn om dan op een gegeven moment, dat je die grote steen voor die rivier, dat water weer doorvoelt. Je voelt gewoon die energie weer terugkomen. Ja. Maar omdat dat
zoiets ongekends is, is dat op dat moment, ja, wat is dit? Wat is er aan de hand? En daar kom je later pas achter. Ja. Ja, daar kom je echt achter. Ja. Dat nou, ik vind je ook echt een ander mens. Ja, ik zie je nu hier. Ja. Kijk, ik had je aan de lijn en toen was je super enthousiast. Ja. Dat spatten we er vanaf. Ja. Dat vond ik ook ontzettend leuk, want daar doe ik het voor. Mm-hmm. Maar nu ik je hier zo voor me zie en hoe je nu bent, ik vind het een wereld van verschil. Ja, dat is ook een wereld van verschil. Daarom ben ik hier ook weer. Ja, ik vind het super lief van je. Want ik vind dit daadwerkelijk spanbelang. Vind ik heel lief. Dat meer mensen dit gaan ervaren. Ja. Nou, mijn intentie is om zeg maar mensen op te gaan leiden, om die workshops te gaan geven. Wat goed. En de volgende stap is dus de practitioners module. Mm-hmm. Ja. Daarmee komen ze op mijn website te staan. Dus kunnen mensen bij hun behandelingen boeken. De practitioners die mogen de losse behandelingen geven. Maar zij mogen ook zelf de workshops gaan geven. Zo, dus dat wil ik uit gaan rollen. Dat is, want ik heb zo het vermoeden. Ja. Want je ziet steeds meer Shungite aankomen. Ik denk dat dit nog wel eens iets heel erg groots kan gaan worden in Nederland. Dus wellicht... Dat dit voor mensen echt interessant kan zijn om daar dan bij te zijn. Dat denk ik ook. En dan wil ik een aantal masters op gaan leiden. Die de practitioners op kunnen leiden weer. Zo, en de workshops kunnen geven. Zo. Dus zo gaat het systeem om even de olievlek in elkaar flink te laten groeien. Ja. En dan ik persoonlijk geef alleen 1-op-1 les. Dus individueel. Ik vind het ook heel fijn om echt 100% aan één persoon tegelijk te geven. Kan ik me volledig afstemmen op diegene zijn of haar bewustzijn, weet je wel. En ik vind als ik het zelf met heel veel mensen tegelijk zou doen, dat vind ik... Maar is ook niet vertrouwd. Dat wil ik niet. Ik denk dat het voor de mensen ook veel fijner is. Om dit, ik heb het echt ervaren als in die 1-op-1 en ik kan me ook voorstellen... Binnen inderdaad zo'n trainingstraject, dat het heel goed is om daar echt gericht op de tempo van de deelnemer inderdaad te kunnen werken. Ja. Dat is bijzonder. Ja. En ik, pas als ik zelf 100% ervan overtuigd ben dat iemand het in zijn vingers heeft en dat ik de kennis heb overgedragen en dat ze daar mee aan de gang kunnen, dan zijn ze voor mij geslaagd. Dus het is niet zo van... je krijgt zoveel uur les. Nee, precies. Ik ben bereid om daar mezelf dan echt voor de volle 100% voor te geven. Dat wie er ook gaat werken straks, dat ik met een gerust hart kan zeggen, je kunt daar naartoe gaan. Ja. Dat vind ik belangrijk. En dat gaat dan allemaal via Shungite Nederland? Ja. Want dat is de organisator of het bedrijf. Of ook de website natuurlijk. Shungite-Nederland.nl Shungite-Nederland.nl En dan kunnen ze hier direct eigenlijk ook meer informatie over vinden. Maar ook direct met jou in contact komen. Ja. Nou, en het is aanbevolen. Ja, ik heb geen woorden voor. Ik ben weer helemaal... ik heb allemaal weer mooie plannen aan het maken. Mijn leven is er helemaal weer, echt weer leuk. En dit was de stap die ik echt nodig had. Nou, was en een cadeautje. Ontzettend bedankt daarvoor. Echt heel graag gedaan. Met heel veel liefde, Toby. Wauw. Het was een cadeautje van het universum, zeg ik. Nou, toch? Zeker. Nou, haal het woordje maar weg, hoor. Het was een mega cadeau. Met heel veel liefde aan je gegeven. Nou, voor iedereen die meer informatie wil hebben, die kan naar de website gaan en daar kun je een stukje over lezen. En ben je geïnteresseerd, stuur me een mailtje of bel me op en dan ben je van harte welkom. Nou, Toby, mag ik je heel hartelijk bedanken voor dit fijne interview en mooie woorden van jouw kant. Nou, heel graag gedaan en ik vind het ook... Fijn die mensen die nu ook luisteren, dat die ook hopelijk, al was het een klein deel oppikken van het enthousiasme wat wij natuurlijk hebben. Want het kan ook voor die mensen, voor hun natuurlijk fantastisch gaan werken. Ja. En dat is gewoon zo. Daarom zitten wij nu hier, op dit moment. Dat ze de energie maar mogen voelen ervan. Ja, precies. Ja. 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 Nou, we hopen dat we dat hebben over kunnen brengen. Monique, dank je wel. Heel graag gedaan.